linkerzijde van die tekstsel staat eigenlijk de Egyptische godin Nut. En in tegenstelling tot wat je zou denken, heeft ze geen puntkapsel. Je kan hetzelfde effect misschien krijgen door heel veel haarlak of fixeergel of een goede kapper, maar dat is niet wat hier aan de hand is. Nut was eigenlijk de godin van de hemel en zij strekt zich uit boven de aarde. En vandaar dat haar haar naar beneden valt, omdat ze voorovergebogen staat. En op haar lichaam, op haar kleed, zijn allemaal sterren weergegeven. En dat zijn eigenlijk de uren van de dag en de uren van de nacht die voorbij gaan. 'S Avonds slikt ze de zon in en 's morgens baart ze die opnieuw uit. Vandaar de hemelgodin Nut met haar haar omhoog.